met het fenomeen hammetjes bezig. Ja. Wat hebben jullie gedaan? We hebben rode wijn met specerijen. Ja. Laten we intrekken. Ja. En daarna gaan we het op de ham. Doen we nog een beetje rode wijn bij. Ja. Laten we het trekken. En daarna gaan we het laten vacuumeren. Oké, met wie doe je dat? Dat doe ik met Marco en Michelin. Oké, prima. En wat heb jij geprijs op Marco? Ik heb net lekkelzaad met kruidnagel of vijzer. Oké. Die heb je lekker even vrij gemaakt. Waarom heb je dat gedaan? Nou, dan komt er meer smaak vrij, even neus en puur voor de smaak. Prima. En Michelin, waarom doe jij er ui bij? Om het te laten trekken in de wijn. Prima. Zo dan meer smaak krijgen. Ook weer om extra... Alles voor de smaak. Alles voor de smaak. Alles voor de smaak. Ja. Oké, en wat gaan jullie daarmee doen straks? Gaan we je gaat hem marineren, oké, ja, prima. Je gaat hem marineren, je gaat hem laten trekken in de ham. Want ik zie ook dat je wat gepekeld hebt. Ja, we hebben met kleurzaad hebben we gepekeld, omdat die nog anderhalve maand in vacuumeren zou moeten rusten. Anderhalve maand? Dus over anderhalve maand weten we vast wat het gaat worden. Daarna worden ze gerookt en daarna weten we ook wat het gaat worden. Oké. Knoflook zit er al bij? Zit hier toch in, ja. Oké. Okay. Die hebben we onder komt te staan. Ja? Ja, we hebben nu wat meentjes van jou, hebben nog een klein beetje uitbuigd. Ja. En hier hebben we wat verschillende specerijen. Oké, en dat komt er allemaal in? Ja. Dus loopt die over? Nee, we doen het drie verschillende. Ah, je gaat, maar ik wil de koppa kan je beter niet met wijn. Oké. Okay. Ik zou een koppa, zou ik echt een echte koppa maken. En we even kijken in het boek, koppa die parma. Koppa die parma. Even kijken wat we kruiden erbij. Dus dan zou die voor deze twee gebruiken. Oké. Okay. Ja, drie. Deze? Ja, voor deze twee. Ja. En deze houden we apart. Voor de Coppa di Parma. Voor de Coppa di Parma. Ja? Bol. Ja, man. Dan duiken we droge witte wijn en cayennepeper. Oké, en dan? En waarom? Laten we marineren. Ja. En dan krijg je de originele smaak van de Coppa Cabrese. Nou, wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is een gedroogde ham. Okay. En hij wordt gewikkeld in een kunstarm. Oké. Okay. En gedroogd? Ja, hij is van de buitenkant af gedroogd. Van binnen is hij mooi rood. Hoe lang duurt het voordat hij gegeten kan worden, denk je? Ik denk ook ongeveer anderhalf maand. Oké, okay. Nou, we zijn benieuwd, mannen. Wat heb je gedaan? We hebben hem eigenlijk in een bakker gedaan. Oké. Een soort van ja, afgedekt. Omdat hij dan zeg maar, remarineert. Oké. Daarna gaan we dat als alles klaar is, gaan we dat alles vacuumeren. Gaan we dat weer vacuumeren. Hartstikke goed.